Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Studio Feyenoord. En dat is een bijzondere editie dit keer. Het heeft natuurlijk alles te maken met het grote nieuws van afgelopen week. Want de pure energie Eredivisie Vrouwen is een club rijker. En wel een hele bijzondere. Het is namelijk tijd voor Feyenoord Vrouwen 1. Na deze dag hebben we lang uitgekeken. Eigenlijk vanaf het moment dat de bal in ons leven kwam. Het idee kreeg vorm in onze dromen. In gedachten hoorden ook wij er al bij. Feyenoord was als club vaak de eerste. Nu hebben we in de luwte naar dit moment toegewerkt. Na jaren van voorbereiding slaan wij een nieuwe mijlpaal in ons bestaan. Onze beloften maken we samen waar. Geen woorden, maar daden. Wij dragen het rood-wit al ons leven lang met trots. Nu onze droom uitkomt, voelen wij dit intenser dan ooit. Op deze dag ontstaan nieuwe kansen. Begint een nieuw tijdperk. Het is tijd voor Feyenoord Vrouwen 1. Ja, en of het tijd is. Jan-Dirk, prachtig nieuws. Wat is jouw reactie erop? Ja, hartstikke goed natuurlijk. Er is ook een stem in mij die zegt, je had eerder kunnen beginnen. Maar je kunt ook afwachten dat de kinderziektes uit die competitie zijn. Kun je nu als een club die groot is, die bekend is in stad en regio en verder buiten alsnog je slag slaan. En dan moet je er mensen bij halen die recht van spreken hebben. En die zitten naast ons. Ja, zeker. De vrouw die voor een groot deel verantwoordelijk is voor deze fantastische ontwikkeling. Manon Melis, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Het moet een gekhuis zijn geweest de afgelopen week. Ja, nou ja, het was wel even bizar wat er allemaal op je afkomt natuurlijk. Het nieuws was natuurlijk al aan de werknemers de avond ervoor vermeld. Dus toen kreeg ik al superveel leuke reacties van veel collega's. En de ochtend daarna en de dag daarna trouwens was helemaal gek. Ja, met deze video waar jij een hoofdrol in speelt, waar jouw stem te horen is. Ja. Wat komt er dan al op jou af? Is dat dan ook meteen alles ja, eigenlijk. Collega's, ja. Zaakwaarnemers. Ja, nou ja, eigenlijk heel veel mensen uit de vrouwenvoetbalwereld natuurlijk. Maar ook gewoon vrienden en familie. Maar ook inderdaad zaakwaarnemers. Nou, serieus, noem het maar op. Dus meteen gewoon allemaal speelsters al aangeboden. Ja, ook dat. Ja, speelsters zelf die al via interesse tonen. Of gewoon maar zelf bellen. Dus het was wel, ik had wel verwacht dat er veel op me af zou komen, maar dit had ik ook weer niet verwacht. Hoe gaat dat dan? Noemen die mensen dan gelijk bedragen? Of is het een soort van aangename kennismaking via Teams of Zoom? Hoe gaat dat? Nee, ja, gewoon bijvoorbeeld een appje of bellen of binnenkort om de tafel kunnen. Of dat ze interessante spelers hebben. En speelster zelf die natuurlijk ook via laten weten van die en die zijn geïnteresseerd. En zeg je dan op gevoel ja of nee tegen die of wil je met iedereen praten? Nee, nee, nee. Ik heb het gisteren eventjes gelaten. Want ik dacht, nou ja, ik ga niet gelijk overal op in. Ik heb gevraagd of ze het ook op de mail wilden zetten. Dus ik ben al bezig met lijstjes en zo. Ja, mooi. We gaan het straks nog over hebben. Natuurlijk over de invulling van de selectie die volgend jaar in de Eredivisie gaat spelen. Maar dit hele project, je bent moeder van twee kinderen, maar dit is wel een soort van je derde kind. Nou, inderdaad. Eigenlijk mijn eerste dus. Ja. Want in 2017 begon hiermee. Ja. Maar ja, het is wel iets wat ik zelf ontzettend belangrijk vind. Vandaar ook dat ik in 2017 aan de slag ben gegaan bij Feyenoord. Ook bijna gelijk met het meidenvoetbal. Dus het zijn intensieve jaren al geweest. Ja, en ik denk dat het mooiste nog gaat komen. Ja, het begon allemaal in 2017. Toen na een lange voetbalcarrière, wat kortere carrière bij een BSO, uiteindelijk in die meidenmodule kwam te werken. Ja, daar start het eigenlijk heel snel. Al snel eigenlijk nog onder de maatschappelijke vlag van Feyenoord toen nog. Ja, in 2017 dan begonnen met twee teams. En dan vooral op het maatschappelijke gericht. Maar ja, je bent Feyenoord, dus daar komt eigenlijk al heel snel willen meiden voor Feyenoord voetballen. Dus we zijn best wel gegroeid in die 4 jaar tijd. En ik denk dat het nu dus echt de juiste tijd is, of de juiste stap is om te stappen met een vrouwen 1. En ook omdat we nu echt volledig onder de academy vallen. Ja, een stuk professioneler dus. Ja, logische stap van 4 jaar hard werken, zei Frank Arnissen al. Want er is echt veel gebeurd in die 4 jaar. Ja, zeker. Ja. We hebben eigenlijk al best wel een mooie jeugdopleiding opgezet al. 2 jaar geleden ook toegetreden tot de belofte Eredivisie competitie. Ja. Dus dat was toen de tijd ook al een super mooie stap. Dus de meiden hebben nu al kunnen wennen aan het Eredivisie niveau, laat maar zeggen. En nu moet een aantal zich gaan bewijzen in vrouwen 1. Weet je waar het om gaat, Tom? Dat je altijd mensen hebt die kunnen volharden. Of je nou een bedrijf hebt, een zender probeert op te bouwen, of in een club een verandering teweeg wil brengen. Iemand moet voorop lopen en blijven geloven in het oorspronkelijke plan. En die iemand die is leidend in wat er gebeurt. En dan zit het wel eens tegen, dan moet je doorgaan waar anderen zouden stoppen. Ik schat zomaar in
dat jij daar het symbool van bent in dit project, ja, of niet? Ik zei het een paar dagen geleden nog tegen mijn man toen. Zei ik, nou ja, ik heb wel een paar keer gedacht van, ik kap hem mee hoor. Dit komt niet meer goed. Ik weet niet hoe ik hier moet starten of hoe het verder moet. Of, hè. Maar ja, je hebt gewoon ook, net als sport, heb je gewoon een doel voor ogen. En toen de tijd toen ik bij de club kwam, dacht ik, ja, ik wil gewoon uiteindelijk dat we met een vrouwen 1 gaan starten hier. Want dat moet gewoon. Mm-hmm. Ook voor de omgeving. Ook ik, als ik nu die meiden zie bij Feyenoord, dan denk ik, dat ben ik 20 jaar geleden. Ja, mooi. Het mooie is dat je dat ook altijd gewoon hardop hebt uitgesproken. Altijd hebt gezegd, die vrouwen, die moeten naar de Eredivisie. Dat moet eigenlijk ook in 2021 gebeuren, zei je in 2019. En het lukt je. Je maakt je belofte waar. Dat is toch, het is wel bijzonder. Ja, het is wel super tof. Ik was ook echt ontzettend blij toen Raymond mij belde met het mooie nieuws. Ik stond toevallig langs het trainingsveld. Dus ik wilde eigenlijk, rond gaan rennen of zo. Of schreeuwen. Ja. Ja, dat kon niet. Dus ik moest even gewoon rustig reageren. Maar ja, dan, ik maakte wel een sprongetje. Ja, je zegt het is ook voor de regio, voor de omgeving. Ja. Daar begon het mee. Hè? Jullie hebben eigenlijk meiden letterlijk de pleintjes opgesleurd om te gaan voetballen. Ja, mijn collega's toen de tijd bij maatschappelijk zagen natuurlijk ontzettend veel meisjes voetballen op de pleintjes. En voor de jongens is het vaak zo van, je komt in een street league team en dan word je misschien wel gescout of je mag in een masterclass. Ja, voor de meiden hadden we dat dan ook een masterclass, maar daarna was het avontuur gewoon klaar. En dat is nu ook gewoon super tof. Dat we hebben dus ook nog steeds meiden uit de Street League. Hè, die toen de tijd in de Street League zaten. Of op scholen. Die hebben we nog steeds nu bijvoorbeeld in onder 16 zitten. Ik vind dat zelf super tof. Dat zijn echt de kinderen hier uit de wijk. Een aantal dus. Ja, want dat doet ook wat met die meiden. Met die meiden tuurlijk. Met een multiculturele achtergrond. Ja. Daar wordt specifiek over gesproken als het gaat om Feyenoord. Hè? Waarom is dat? Nou, ik denk dat het ook wel gewoon mooi is dat het is de samenleving nu en we zitten nu gewoon met een onder 16 team en ze komen natuurlijk niet alleen uit Rotterdam, maar ook de aangrenzende gemeentes en misschien sommigen iets verder. Ja, ik vind dat gewoon mooi. Dan krijg je zo'n mooi clubje bij elkaar en uiteindelijk willen ze allemaal beter worden, zijn ze ambitieus en roepen ze ook, ik wil in Feyenoord 1 voetballen, maar nu kan het ook daadwerkelijk. Ja. Want tot voor kort riepen we het wel met z'n allen van, ik wil bij Feyenoord 1 voetballen, maar ja, dat was er helemaal niet. Maar dan kun jij inschatten, hè? Want het is ook eerlijk om in een nuchtere stad als Rotterdam vast te stellen dat andere clubs een voorsprong hebben. Omdat ze langer bezig zijn, hogere budget hebben. Maar je moet ergens beginnen, ook dat weten we met elkaar. Ja. Kun je die voorsprong, die clubs als Ajax en Twente hebben, op een redelijke termijn inlopen, denk jij? De eerstkomende jaren denk ik nog niet. Maar een club als Feyenoord is ook gewoon heel groot. En dat merk ik nu ook weer. Ik denk wel over een paar jaar dat wij echt wel mee kunnen doen om plek 1. Maar voor volgend seizoen zeker nog niet. Je hebt er gewoon tijd van, dat is ook logisch tijd, toch? Ja, absoluut. Als je ziet, kijk, de competitie is er sinds 2007. Dus een aantal clubs zijn dus echt al 13, 14 jaar bezig. Dan heb je Ajax, PSV, die zijn als het goed is in 2012 gestart. Dus ja, die hebben gewoon al een voorsprong. Die zijn verder, dat weten we. Kunnen we gewoon heel eerlijk over zijn. Mm-hmm. Maar ja, als ik zie ook wat er de afgelopen 10 jaar is, 15 jaar, dat is gewoon niet normaal. Ja. Ook het Nederlands elftal trouwens. Ja, waanzinnig die ontwikkeling. Er ligt ook de grote kans voor die sport, denk absoluut, ik. Absoluut, dus ik zie het ook gewoon heel positief in. Ja. Ja, maar toch heb je in de regio ook al de nodige concurrentie. Natuurlijk ook Excelsior al een team in de vrouwen Eredivisie. ADO Den Haag doet het supergoed met een jong team. Je komt er wel bij met die twee clubs die al het goed doen en bestaan in die Eredivisie. Nou ja, ontzettend knap wat ze... vooral ADO, als ik naar ADO kijk, die doen het gewoon al jaren heel erg goed. Vind ik echt ontzettend knap. Nou, Excelsior is goed bezig. Maar ja, Feyenoord is Feyenoord. Ja, Feyenoord precies. Je zei het al, overweldigende reacties. Wij hebben een aantal van die reacties op een rijtje gezet. Hey Feyenoord vrouwen. Vanuit gefeliciteerd dat jullie volgend jaar in de Eredivisie uitkomen. Wauw, wat een geweldig nieuws. Feyenoord vrouwen 1. Nou, hartstikke goed natuurlijk dat Feyenoord erbij komt. Dus een van de grote traditionele clubs in Nederland. Ik denk een heel mooi podium om jullie te gaan laten zien. Waar nu ook meisjes kunnen dromen om bij Feyenoord te gaan voetballen. Net als bij de andere clubs. En veel clubs zijn al jaren bezig natuurlijk in de Eredivisie. Maar Feyenoord ontbrak nog. En ik denk dat dat een hele goede stap is dat ook zij nu aansluiten. Zoals iedereen weet ben ik een groot Feyenoord-fan. En dit is een hele mooie dag en voor het vrouwenvoetbal in Nederland en voor de club zelf. En hopelijk mag ik ooit in de toekomst een Feyenoord-shirt aantrekken. Ik wens jullie ontzettend veel plezier. Doe je best en verdedig onze mooie kleuren. Maak ons trots. En nu heeft mijn dochtertje ook iets om naar uit te kijken later. Succes. Ja, mooi. Die Ferdy heeft er zin in hoor. Ja, en John de Wolf ook. Mooi. En die meiden echt geweldig om te zien. Maar dat vond ik wel heel tof dat Ferdy dat zei. Want zijn dochtertje heeft nu iets om naar uit te kijken. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Net als mijn dochtertje, die weet gewoon niet beter. Want die heeft het gewoon over de Feyenoord meiden de hele tijd. Die heeft het echt niet over de Feyenoord jongens. Nee. En dat vind ik nu gewoon mooi dat de jeugd nu opgroeit met... ik kan gewoon in Feyenoord 1 voetballen. Of ze kunnen worden wat ze willen. En dat vind ik ook gewoon heel mooi. Ja, en denken, we kunnen misschien wel met Vivianne Minima in het team spelen over een aantal jaar. Hartstikke leuk,
die zegt gewoon bijna toe over een aantal jaar misschien wel in het rood en wit te spelen. Ja, dat vind ik wel heel mooi van haar, want dat zegt ze ook gewoon. Dat is niet alleen van nu, maar dat heeft ze ook al in eerdere interviews aangegeven dat ze een Feyenoord-fan is en dat ze ooit hoopt het Feyenoord-shirt aan te kunnen trekken. Dus ik vind dat zelf super tof dat ze dat gewoon nu weer in een filmpje, dat ze zich echt zo uitsprak. Eén reactie ontbreekt in de rij, maar we vonden het eigenlijk veel mooi om haar in de studio te halen. Voormalig Oranje International, huidig analist van ESPN en van de NOS, Leonne Stentler. En jeugdvriendin van Manon Melis. Ja, wij kennen leuk elkaar leuk dat je er bent, Leonne. Ja, zeker. Hoe is dit nieuws bij jou geland? Ja, supergoed natuurlijk. Iets waar we al jaren op aan het wachten zijn. Heeft Manon nu voor elkaar gekregen. En dat is mooi voor de competitie. Maar dat is ook mooi voor de jeugd en de nieuwe talenten die hiervan kunnen dromen. Ja, jullie zei het al. Jullie kennen elkaar al heel, heel lang. Ja, ik denk vanaf dat we 10 waren of zo. Ja. Samen bij RVV Hagen voetbald, als ik het goed heb. De Ridderkerkse voetbalvereniging Hercules. Wat maar even gezegd is. Daar altijd als de beste meiden in jongensteam gevoetbald. Wat voor rol speelde Feyenoord toen in jullie leven? Ja, we waren gewoon voor Feyenoord. Maar we hoopten natuurlijk dat Feyenoord ooit zou starten met een vrouwenteam. Toen de tijd was het natuurlijk helemaal niet. Was niet eens een eredivisie. Ja. Dus het was super tof. En wij zaten natuurlijk ook op een gegeven moment. Ik weet nou niet of dat bij RVA of Bonnes was. Ik ben ooit begonnen bij Bonnes. Maar ik speelde in de competitie. Want we speelden best wel hoog ook met de jongens. Bij een team van Feyenoord. Waar mijn neefje dan wel bijvoorbeeld speelde. En dat vond ik best wel pijnlijk, weet je. Want ik wilde echt wel graag bij Feyenoord spelen. Ik heb vroeger ook wel geroepen tegen mijn moeder van, mag ik me opgeven voor de talentendagen? Maar ja, die zei dan steeds van, daar willen ze geen meisjes hebben. Dus ik vond dat best wel lastig om dan tegen mijn neefje te voetballen in dezelfde competitie, hetzelfde niveau, waar wij niet mochten zijn. Ja, de droom was er niet voor jullie. En die is nu, die is er nu. Die is ontstaan. De droom is werkelijkheid geworden. Dat is bijzonder. Ja, dat is super bijzonder. En dat is echt heel mooi voor alle jonge meiden. Dat die gewoon al vanaf begin af aan, dat ze starten met voetballen, kunnen roepen. Ja, ik wil in Feyenoord 1 spelen. Ja, fantastisch. En ook fantastisch dat we straks gewoon die klassieker hebben. Dat is natuurlijk ook helemaal top. Ja, dat gaat een heel bijzonder evenement worden. Hoe kijk jij er al naar, Manon, naar zo'n wedstrijd? Ik ben benieuwd wat het ook teweeg gaat brengen. Vooral die eerste wedstrijd, denk ik, zal wel bijzonder zijn. Dat was al trouwens de Feyenoord belofte tegen Ajax belofte. Toen hadden we echt vrij veel publiek op Varkenoord. Ja. Dus ik denk dat het wel los gaat. Leanne, je hebt Manon uiteraard gezien en gevolgd bij haar werkzaamheden bij Feyenoord. Tot dit hoogtepunt. Hoe heb je daarnaar gekeken? Ja, toen dat filmpje online kwam gisteren, toen was ik wel echt mega trots. Ook zeg maar niet alleen hoe het in beeld werd gebracht, maar ook hoe Manon het zo vertelde. En ja, ik voel dan echt wel die reis helemaal mee, want ik weet waar het vandaan komt en wat ze ervoor heeft moeten doen. En hoe ongelooflijk veel tijd en energie dit heeft gekost. Ja, en dat zij dan eigenlijk middelpunt van dit moment mag zijn, vind ik terecht en vind ik echt... Ja, fantastisch. Ja, ik zie ook bij jou al een beetje trots. Tuurlijk, ja, ik ben hartstikke trots. Dan zie ik ons gewoon nog zitten als 12-jarige meisjes met z'n tweetjes in de kleedkamer. Een beetje dromen van wat we misschien ooit zouden kunnen bereiken. En nu is het gewoon zo tastbaar en concreet allemaal. Kun jij Feyenoord eigenlijk nog objectief analyseren of niet? Nee. Nee, gewoon, is dat maar duidelijk. Helemaal goed. Ik snap het als geen ander zou ik bijna zeggen. Ja. Nee, ik had al een beetje Ajax-stempel, hè, maar mensen wisten eigenlijk niet dat ik uit Rotterdam kwam. Maar leer van een oude rot uit het vak. Als ik voor Rijnmond vroeger bij Sparta was, was ik een Excelsior supporter. Bij Excelsior was ik een kut Feyenoorder en andersom. Daar moet je mee om leren gaan. Dat ging in de Volkskrant, stond ook een mooi verhaal over jullie. Over hoe jullie vroeger droomden, mijmerden over bij Feyenoord spelen. Maar jullie zijn pas 34. Ik bedoel, Cristiano Ronaldo is 36 jaar. Zit dat er misschien nog in? Een kleine rentree? Jullie zeiden. Nou, dat kan ik wel. Ik ben niet zo fit nu hoor. Maar de mogelijkheid is er. En jullie zijn nog zo jong. Ja, nou ja, zou kunnen. Maar ik heb momenteel echt een heel ander leven natuurlijk. Ja. Inmiddels 2 kinderen. Dus, Leonne, voor jou ook geen optie meer. Toch nog even dat rood en wit aantrekken, stiekem. Ja, stiekem denk je er wel aan, maar nee, dat zouden we ook echt naar de meiden toe die in de pure energie Eredivisie vrouwen spelen, zou dat echt wel respectloos zijn als ik zou roepen, ja, kom wel even terug, terwijl ik al
5 jaar lang misschien 1 keer in de week sport. Jullie zijn diep geworteld in de regio. Hoe hebben jullie het idee dat dit nieuws is geland? Jouw broer bijvoorbeeld is diehard Feyenoord supporter. Heb je al het idee dat die erbij gaat zijn als de Feyenoord vrouwen gaan voetballen? Nou, dat zie ik best wel gebeuren. Hij was wel de eerste die het in mijn omgeving doorstuurde in de groepsapp. Dus hij zat er bovenop op het nieuws. En die kan dit ook wel waarderen. Dus ik geloof ook wel, en dat is redelijk vergelijkbaar denk ik met wat er bij Ajax gebeurde, maar ook wat er bij ADO gebeurde waar ik heb gespeeld. Er zijn vaak fans die hier ook echt heel enthousiast van worden. Weet je, het is gewoon, er zit ook dat fangevoel, dat hevelt echt over ook naar de vrouwenteams. Toen wij bij Ajax startten, de eerste competitiewedstrijd, de hele toekomst was afgeladen. Dat is echt niet normaal en zo indrukwekkend ook voor ons. Dus ik geloof dat bij Feyenoord, waar natuurlijk ook behoorlijk veel mensen echt een Feyenoord hart hebben, echt diehard Feyenoord fan zijn, ja, daar gaat dat natuurlijk ook gebeuren. Daar ligt de kans, hè, voor Feyenoord en voor alle clubs in het Nederlandse voetbal, ook het damesvoetbal. Ik heb een aantal sportmarketingmensen gebeld de afgelopen dagen. Daar ligt echt een kans. Kijk naar EK's en WK's vrouwenvoetbal. Er zitten vaak toch ook weer andere doelgroepen dan bij EK's en WK's voor mannen komen. Uiteindelijk zal het wel gelijk gaan komen, maar daar ligt echt de kans. Je profileren, je eigen merk bouwen met deze dame voorop. Daar weer andere doelgroepen mee naar die stadions trekken. Daar ligt echt een enorme kans in de komende jaren, ook commercieel gezien. Ja, merk je dat die buzz er is, om het zomaar te noemen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat we vooral moeten richten op de jonge meiden. Want onze meiden van vrouwen 1 gaan echt rolmodellen worden. Net als dat Fer een rolmodel is voor de jongens. Gaan wij natuurlijk nieuwe rolmodellen creëren. Leonne, volgend seizoen aan de langste lijn als analist. Met Manon als spin in het web van Feyenoord vrouw is toch ook een klein beetje een droom die uitkomt, denk ik toch? Ja, dat is super vet om elkaar daar weer te zien en samen te gaan werken. Dat wordt echt heel leuk voor ons seizoen. Mooi, dankjewel. Fijn dat je even bij ons was. En tot snel hier in Rotterdam bij een wedstrijd van Feyenoord Vrouwen 1 in de Eredivisie. Wij gaan straks verder praten met Manon over dat prachtige nieuws. Feyenoord Vrouwen 1 in de Pure Energy Vrouwen Eredivisie. Dat doen we na de break. Hartelijk welkom terug bij Studio Feyenoord, waar we praten met Manon Melis over het toetreden van de Feyenoord vrouwen tot de Eredivisie. Ja, Manon, dat schept verwachtingen, dat nieuws. Ja. Het al over hoe lang het nog duurt voordat Feyenoord op het niveau zit van de topclubs nu, van Twente, PSV en Ajax. Eerst maar eens even die selectie. Hoe gaat die ingevuld worden? We gaan sowieso jonge meiden van ons eigen belofteteam doorsturen. Ja. maar er zullen ook veel nieuwe speelsters komen, ja. Hoe gaat dat in zijn werk? We hadden het voor de break al even over die zaakwaarnemers die bij je aanklopten. Ben je ook meteen een soort technische directeur? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb al heel wat telefoontjes gekregen en ook mensen die zaakwaarnemers. Maar we hebben natuurlijk zelf ook al een beetje gekeken van welke speelsters zijn interessant. Welke komen hier een beetje uit de regio. Daar zijn we nu eigenlijk al volop mee bezig. Heb jij een salarisbudget, Manon? Gaat het zo bij jou? Nou, we hebben wel een budget, ja. Ja. Maar, Nee, je hoeft niet te hoog te delen, maar dat is wel belangrijk. Want ik spreek natuurlijk best veel grote partijen in die stad en buiten die investeren in Feyenoord of in het Kuip of in allebei, of de Kuip of allebei. Die zeggen, hoe kan je nu in hemelsnaam in deze tijd dit beginnen? Ik zeg dan altijd maar gewoon als jongen van Rotterdam-Zuid, je moet juist nu beginnen, want die crisis biedt ook kansen. En we hebben net met Manon besproken dat dit een proces is van jaren. Ja. En ik heb ook begrepen van mensen uit de club dat er niet meer budget is. Dat je het gewoon gaat doen met het budget dat er al was voor vrouwenvoetbal en dat je daarmee aan de slag gaat nu. Ja. Dat is wel een belangrijke toevoeging, want ik kan me ook voorstellen dat die vraag bij heel veel mensen wel leeft. Ja, dus het gaat voornamelijk over doorstroming van wat nu de Feyenoord beloften zijn. Ja, er zullen een aantal doorstromen, maar er zullen ook een aantal komen. Wat ik net al zei, we kunnen nog niet concurreren met de grote clubs in de competitie. Maar ik hoop wel dat meiden dus zien dat we in een paar jaar tijd hele grote stappen gaan zetten. En dat weet ik gewoon zeker dat we dat gaan doen, sowieso met het mooie nieuwe complex. We gaan gewoon op Varkenoord spelen en trainen. Ja. En alles is daar al. Dus je hoeft het allemaal niet uit te vinden. Dus we gaan gewoon meedraaien. Dus dan, als je natuurlijk jong bent en ambitieus. Ja, je kan bij ons dus grote stappen gaan maken en speelminuten. Ja, en als je naar die Feyenoord belofte kijkt. Die hebben we afgelopen seizoen weliswaar maar 4 wedstrijden gespeeld. Ja. Maar niet verloren. Nee, we begonnen echt wel hoopvol aan dat seizoen. Ja,
Ja, daarom. Is daar iets aan te ontlenen aan die resultaten? Nou, ook niet echt. Het was pas de start van de competitie natuurlijk, maar 4 wedstrijden gespeeld. Maar ja, je zag, kijk, zo'n eerste seizoen is altijd lastig. Dat is allemaal nieuw. Die meiden die spelen dan in plaats van tegen jongens hier in de regio, tegen Ajax en tegen PSV. Dus daar moet je ook aan wennen. Dus je merkte wel van, hé, dat jaar heeft ons goed gedaan. We begonnen vol goede moed aan het tweede seizoen in de belofte. Maar ja, helaas, door de corona natuurlijk maar 4 wedstrijden kunnen spelen. Is er al iets bekend over de invulling van de technische staf? Nee, ja, daar zijn we gewoon allemaal nog mee bezig. Het is natuurlijk, het nieuws is maar nog heel kort naar buiten. Dus ja, we zijn nu gewoon bezig met alles. Mooi is dat bij ook alles. Mooi dit, hè? Heeft ze ook naar jou wordt gekeken. Ja, dus, moet je ook leren in dit vak, dat je alles al weet, maar nog niet alles prijs geeft. Ja, dat is ook heel knap. Vind ik mooi om te zien. Je hebt ooit gezegd, toen je in die meidenmodule van de Feyenoord Sokkerskoers begon, wij waren daarbij met Feyenoord TV, van nou, die ambitie om hoofdtrainer te worden, die is er wel ergens. Ja, momenteel niet hoor. Nee? Nee, ik ben veel te druk. Ik vind het namelijk ook ontzettend leuk, want je bent met een proces bezig, met iets moois aan het neerzetten. En ik vind het ook super leuk om mijn hart te maken, om een mooie jeugdopleiding plus een eerste team neer te zetten. Ja. Ja, dus ik heb nu geen. Ja, de huidige rol vind ik super leuk. En ik heb momenteel ook niet de ambities om. Ik vind het ook gewoon lekker. Ik ga lekker op de fietsje naar werk vaak. 2 kleine kindjes nog thuis. Dus ik, ja, als trainer. Gaat die advocatenrol krijgen trouwens, of niet? Die gaat toch weer door, begreep ik. Ja, die wordt assistent. Nee. Nou, ik moet wel zeggen, volgens mij, Dick was zelfs toen wij in 2009 het EK speelden. Was Dick, die vond het leuk volgens mij om te volgen. Ja, geweldig toch? Ja, Feyenoord komt terecht in een sterke competitie. Veel internationals onlangs teruggekeerd in die competitie. Hè? Dus dat ja, staat zo. Nou, alleen maar mooi achter. Natuurlijk dat de competitie ook groeit. PSV en Ajax natuurlijk, die dan dus die grotere spelers van het Nederlands zelf wel terughalen. Ik denk goed voor de competitie. Ja, vrouw die daar alles van weet is Fresia Cousinho Arias, presentatrice bij ESPN, onder meer van het vrouwenvoetbal. Deskundige dus ook. En kan zelf ook een aardig balletje trappen. Weet ik uit ervaring, een aantal keer verloren met latje trappen. Mensenleven geleden ongeveer. Leuk dat je er bent. Het meer over jou, toch? Ja, dank je. Fijn dat dat ook meteen gezegd is. Fijn dat je er bent, wilde ik zeggen. Maar oprecht. Wat heeft dit nieuws in vrouwenvoetballend Nederland gedaan? Ja, superveel natuurlijk. En het is best wel vaak een vraag geweest van wanneer gaat Feyenoord toetreden? Maar ik moet zeggen dat ik juist wel groot fan ben geweest van de manier waarop dat bij Feyenoord is gedaan. Juist aan de zorgen dat die lagen eerst voor elkaar zijn. Want we zien toch wel bij veel clubs dat als het andersom is, hè, je zet eerst een eerste team neer, dat je toch wel tegen dingen aanloopt uiteindelijk aan de onderkant, om dat uiteindelijk allemaal te gaan realiseren. Dus om dat andersom te doen is helemaal niet slecht. En ik denk dat het ook super mooi is dat iemand als Manon Melis daarbij betrokken is. Het is sowieso hartstikke goed als je kijkt bij Ajax, dat Daphne Koster daar ook met het beleid te maken heeft. Sandra Doreleijers bij PSV. En dat is uiteindelijk ook een ontwikkeling die heel erg belangrijk is. Dat er ook gewoon experts zitten vanuit het vrouwenvoetbal die zelf dat pad hebben bewandeld en weten wat er allemaal bij komt kijken. Dat is ook voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal heel erg belangrijk. Ja, veel reacties die we horen rondom dit nieuws is een beetje, eindelijk is Feyenoord daar dan ook bij. Kan je dat begrijpen? Ja, tuurlijk begrijp ik dat wel, maar ik hoorde ook wel wat reacties van, dat is goed voor de meiden daar in de regio, dat ook gebeurt. Kijk, als je het over die regio hebt, ja, dat is natuurlijk al best wel goed vertegenwoordigd met ADO Den Haag, met Excelsior Rotterdam. Alleen, ja, zo'n grote club als Feyenoord is gewoon super belangrijk dat juist hele kleine meisjes kunnen dromen van bij Feyenoord spelen. En iedereen heeft zo zijn clubvoorkeur en die droom die moet er zijn om uiteindelijk de discipline te houden. Om daar uiteindelijk ook te gaan komen. En om de vruchten te plukken van uiteindelijk het oranje team is het ook heel erg belangrijk dat iemand die in Rotterdam is geboren of groot fan is van Feyenoord, dat als voorbeeld heeft. En die moet niet als voorbeeld hebben van, ik wil de nieuwe Steven Berghuis worden. Maar die moet als voorbeeld hebben iets wat voor haar zelf realistisch is. En dat gebeurt nu en dat is supermooi. Ja, dat is dus spelen met Feyenoord in de Eredivisie. Een sterke competitie, zeiden we al. Zeker de afgelopen jaren steeds sterker geworden. Hoe kijk jij daarnaar? Wat is de kracht van de Pure Energy Eredivisie Vrouwen? Dat is hem, hè? Hoeven om de naam heel goed. Het is nu natuurlijk goed dat er wat grotere namen zijn teruggekeerd naar de Nederlandse competitie. Ik denk dat we nu op een heel mooi moment zijn geweest afgelopen seizoen, dat een heleboel neuzen dezelfde kant op zijn gegaan, zowel bij de KNVB als bij de clubs en de deal die er is met ESPN en NOS. Dat is een deal die er voor een paar jaren ligt, dus dat zorgt ervoor dat het ook commercieel gezien
wat makkelijker is om ergens aan te bouwen. En ja, dat je gewoon heel erg voelt van oké, dit was het moment en om daarin een stap te gaan zetten. En je merkt heel vaak dat de publieke opinie een beetje over het vrouwenvoetbal soms nog een beetje te wensen overlaat. Maar ja, geloof mij, het gaat alleen nog maar groter worden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we het als Nederland zijnde ook gaan omarmen en echt de tijd gaan geven. Want ja, het gaat niet heel veel schelen of we worden door alles en iedereen om ons heen ingehaald. Dus we moeten daar wel echt voor gaan waken. En dit zijn ook stappen die we daarvoor nodig hebben. Dat meer clubs toetreden. Maar niet alleen toetreden, maar ook aan de eisen kunnen voldoen die er worden gevraagd. En dat er dus ja, grote clubs zoals Feyenoord bijkomen. Want dat zorgt er uiteindelijk wel voor dat de competitie aan zich gewoon veel meer allure gaat krijgen. Fresia, ik zie bij bedrijven, hè. Bedrijven wilden vroeger geld verdienen. Willen ze nog steeds, maar ze willen ook maatschappelijk waarde toevoegen. Daar spelen heel veel clubs op in door maatschappelijke projecten te organiseren. Daar zie ik een grote kans, ook in dat vrouwenvoetbal. Denk jij ook in die richting of zie je ook andere ontwikkelingen op dat gebied? Nee, ik ben dat zeker met je eens. Ik denk dat dit echt de tijd is dat iedereen wel ervoor uit wil komen dat ze dat heel erg promoten. Dat merk je ook op maatschappelijk vlak heel erg. Dat iedereen toch wel de noodzaak voelt om diversiteit en inclusiviteit te promoten. En om te laten zien dat ze daarmee bezig zijn. En dat merk je ook wel in het vrouwenvoetbal. Ik vond dat dit jaar daar een heel goed voorbeeld van was. Toen de mannencompetitie niet werd stilgelegd en de vrouwencompetitie wel, merkte je dat er maatschappelijk gezien dusdanig een storm ontstond dat ze daar eigenlijk niet meer omheen konden. En ik denk dat dat heel goed onderstreept waar we op dit moment staan in de maatschappelijke discussie. Dus wat dat betreft is het nu zeker een mooi moment om daar ook gebruik van te maken. En denk ik dat er commercieel gezien grotere kansen liggen dan dat de afgelopen jaren het geval is. Ja, dat gaat ook met zich meebrengen dat er affiches komen zoals Feyenoord Ajax voor de vrouwen. Daar moet jouw tv-makers hart er ook een beetje sneller van gaan kloppen. Ja, zeker waar. Ik kijk daar enorm naar uit. Ik denk dat inderdaad als televisiemaker het mooiste is wat er is. En ik denk dat sentiment ook, zonder het alleen maar aan te gaan kleden, ook al leeft. Dat zien we natuurlijk ook bij de jeugdteams. Dat is iets wat sowieso leeft. En dat zal bij de vrouwen ook echt gaan leven. Want ik weet dat er bij Ajax zitten er een hoop meiden die echt een Ajax-hart hebben. En die zullen er ook zeker bij Feyenoord zijn. Dus dat is niet iets wat je ze moet gaan aanleren. Wat een klassieker vraagt en wat dat met zich meebrengt. Mooi, we gaan het allemaal zien. We gaan het volgen. We gaan jou ongetwijfeld nog veel meer zien in Rotterdam. Dus we zien je snel hier. Thanks, Fresia. Ja, het gaat helemaal goed komen. Okay. Doei. Mooi. Ja, grote zender als ESPN die dit omarmt samen met de NOS. Dat biedt ook commerciële kansen. Nee, dat zeggen we net al. Daar liggen echt grote commerciële kansen. Daar geloof ik heilig in. Dan moet je als club doorpakken. Moet je als vrouwenvoetbal door durven pakken. Zegt ook iets heel waars. Je moet ook tempo maken. Je moet voorop blijven lopen om voorop te blijven zijn. Ja. Want andere landen zitten ook niet stil. Zitten ook niet te wachten op elkaar. Je moet gewoon lekker doorgaan. Bouwen aan iets vanuit een droom, vanuit een passie, vanuit een visie. Dan kan het goed komen. Ja, want we zitten in tijden waar het ook gaat over restitutiecampagnes, over de broek ophouden met support van sponsoren en supporters. We moeten vooral dit zien als kansrijk, hè? Dat ja, biedt kansen, absoluut. Het levert nieuwe kansen op. Ja, ik vertelde net al dat het vrouwenvoetbal is natuurlijk al enorm vooruit gegaan de afgelopen 10 jaar. Als je ziet waar we vandaan komen en hoe snel dat gaat ook. En sowieso ook met de Oranje Leeuwinnen, hoe goed zij het doen. En wat er op die meiden afkomt. Dus ja, ik geloof ook echt dat er enorm veel kansen liggen. Ja, mooi. Tot slot van de uitzending gaan we nog even terug naar het mannenvoetbal. Want Feyenoord Mannen 1 gaat zondag weer voetballen. Dat doen ze in de Kuip tegen Fortuna Sittard. Het is weer tijd voor de Eredivisie. En Feyenoord vervolgt die zondag met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Rotterdammers, die vijfde staan in de Eredivisie, speelden hun laatste competitiewedstrijd teleurstellend met 1-1 gelijk tegen FC Emmen. En treffen zondag de nummer 11, dat voor de interlandbreak thuis met 1-0 verloor van FC Utrecht. Eerder dit seizoen was Fortuna Sittard Feyenoord een spectaculaire wedstrijd. Na een snelle tegengoal en een rode kaart won Feyenoord op karakter met 3-1 in Sittard. Mede door een wereldgoal van Marco Senesi. Bottekin. Schot van Senesi! Ja, die is van de schitterende treffers dit seizoen, hè? Feyenoord Fortuna Sittard staat zondag voor de 22e keer op het Eredivisieprogramma. En van die 21 eerdere ontmoetingen wonnen wij er 14, speelden 3 keer gelijk en 4 keer leden wij een thuisnederlaag.
Vorig seizoen kwamen de eerste twee goals tijdens Feyenoord Fortuna Sittard vanaf de penaltystip. Namens Feyenoord was dat Steven Berghuis en namens Fortuna was dat Mark Diemers. Gelukkig stond Robert Bozeniek in de eindfase op de goede plek. Berghuis, Kozelev, weer redding, Karsdorp en raak! Bozeniek! Bozeniek staat op de goede plek en tikt binnen. Zijn tweede. Hij wacht. En ergens komt die bal er wel een keer. En ook advocaat kan dan een grijs niet onderdrukken. Want die ziet ook dat zijn spits het heel moeilijk heeft vanavond. Een wedstrijd tegen Fortuna Sittard is voor onze selectiespelers Brian Linssen en Mark Diemers altijd bijzonder. Brian maakte voor Fortuna Sittard zijn debuut in het betaalde voetbal in 2008. En Mark Diemers speelde tussen 2018 en 2020 60 competitiewedstrijden voor Fortuna Sittard. Erik Botteguin staat op de drempel van een bijzondere mijlpaal. Als onze Braziliaanse verdediger zondag in actie komt, dan wordt het zijn 400ste competitiewedstrijd in het Nederlandse voetbal. En Jens Toornstra viert zijn 32e verjaardag op de dag van Feyenoord Fortuna Sittard. De laatste Feyenoorder met een eredivisiedoelpunt op zijn verjaardag was Antwele Slory tegen NAC Breda op 27 september 2009. Editie nummer 22 van Feyenoord Fortuna Sittard in de eredivisie gaat zondag 4 april om 11:15 van start en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Deze wedstrijd is live te zien op ESPN2 en hou ook onze Feyenoord social media kanalen goed in de gaten voor de laatste updates over dit duel. Ja, lekker lunchwedstrijdje op eerste paasdag. Ja, wordt een kerstbrunch of een kerst- en paasbrunch, denk ik, bij ons in het gezinnetje Stouten. En dan gaan we voetbal kijken. Ja, dan de tv aan. Ja, wat verwacht jij voor een wedstrijd tegen een stug Fortuna, kunnen we wel zeggen, dit seizoen? Ik verwacht gewoon winst. Ja, tuurlijk. Kort maar krachtig, winst. Ja. Ja, dat zeg jij ook altijd, Jan Dirk. Dat ben je vanuit de historie altijd geneigd te zeggen, maar je weet dit seizoen echt niet waar je aan toe bent met Feyenoord. Dat is ook eerlijk. Het kan kantje VVV thuis opvallen, maar ook kantje Emmen thuis. Dat hebben we eerder gezien. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien en wij gaan het erover hebben maandag weer aan deze tafel. Tweede paasdag, hè? Tot dan, Jan Dirk. Fijn dat je er was, Manon. En we gaan je nog heel vaker hier zien om te praten over Feyenoord Vrouwen 1. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. We zijn dus op tweede paasdag weer terug op ESPN en gaan we praten over Feyenoord tegen Fortuna Sittard. Bedankt voor nu, goed weekend en graag tot dan. Duimpje omhoog gedaan, al geabonneerd. Klasse.